Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Boven Nederland zien we een paar wolkenvelden en opklaringen. En als je richting Engeland kijkt dan zie je dat er veel minder bewolking is. En dat komt onze kant op. Vanochtend dus nog een mengeling van zonnige perioden en enkele wolken. En plaatselijk valt er ook een bui. En die buien die trekken van west naar oost. En vanmiddag dan heel misschien in het oosten nog een laatste buitje. Maar al snel vanuit het westen op steeds meer plaatsen zonnig weer. De windwaarde uit het westen is een matig groot deel van de dag, windkracht 3 tot 4 en temperaturen zijn prima, 18 tot 22 graden. Ook vanavond droog weer, helder weer en temperaturen die halverwege de avond zo tussen de 12 en de 16 graden liggen. En het, dan het eerste herfstweekend, dat verloopt zomers. Temperaturen morgen 22, 23 graden, lokaal 24, flink wat zonneschijn en een zuidelijke wind die de warme lucht het land binnenblaast. Ook zondag nog hoge temperaturen. Staan buien op de kaart, maar die komen eigenlijk pas aan het einde van de middag en in de avond. En tot die tijd zonnig weer. Na het weekend wordt het wel geleidelijk wat wisselvalliger en gaan de temperaturen ook naar beneden. Maar dit zomerse weekend, dat pakken ze ons niet meer af. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.